Vandaag is de 1000ste aflevering van radio-uitzending Arnhem at Work van RTV Arnhem. Dick van Silfhout en Henk Aalderink zijn nu eens niet alleen te horen, maar ook te zien. RTV Arnhem haalt meer uit je dag. Haalt meer uit je dag. Haalt meer uit de 70s, 80s, 90s en de hits. Meer muziek, minder praten. Wie is er jarig? Arnhem at Work met Dick van Silfhout en Henk Aalderink. We zijn er helemaal klaar voor. 4 uur lang, van 10 tot 2, zorgen we voor een 1000ste aflevering van Arnhem at Work. En je hoort het op de achtergrond, de eerste bezoekjes komen maar binnen. Dus we gaan het vieren samen met de luisteraars. Als het goed is, dan komen zo een aantal mensen binnen. We hebben koek, we hebben drank, we hebben koffie. Dus iedereen is van harte welkom. Wanneer ben je begonnen? Even terug in de historie. Eens even nadenken. We zijn gestart op 1 januari 2011. En zo'n beetje rond deze tijd zouden we dan de 1000ste aflevering moeten hebben. We hebben dit niet echt geteld. Maar zeker weten dat we in deze maand de 1000ste uitzending gaan verzorgen. Dus we hebben vandaag geprikt 22 januari en we gaan hem vieren. Wat ga je allemaal draaien vandaag? Ja, de luisteraar maakt zoals altijd uit wat wij draaien. We hebben ons telefoonnummer 026-44-3x2-842. Dat is het telefoonnummer trouwens van de RTV Arnhem, dus dan kunt u rechtstreeks bij ons inpluggen. Maar veel makkelijker via de Facebookpagina. We hebben een eigen Facebookpagina, Arnhem at Work AT in midden op zijn Engels. En dan heb je rechtstreeks contact en de luisteraar maakt altijd uit wat wij draaien. Van ABBA tot en met ZZ Top, zo roep ik altijd, maar van A tot Z, we hebben echt alles bij ons. Zo'n beetje 85.000 nummers, alles bij elkaar. Dus we grijpen bijna nooit mis. Ze zijn van harte uitgenodigd om tussen 10, nou het is nu 9:55, tot vanmiddag 2 uur bij ons aan te schuiven. En er een leuke middag van te maken. Hoe voel je je vandaag? Zenuwachtig. Waarom zenuwachtig? Je bent doorgewinterd. Dat kan toch niet? Nee, met televisie zijn we niet gewend. Hè? We zijn, de mensen kunnen nu zien hoe het allemaal gaat hier. Dat is toch anders. Maar ze kunnen wel zien dat het heel gezellig is bij Arnhem at Work. We verwachten toch wel een aantal mensen die ons komen bezoeken. Dat lijkt ons heel erg leuk. Dan kunnen ze een keer zien hoe radio ook gemaakt wordt. En dat is voor iedereen wel leuk. Hoe lang denk je nog door te gaan? Als het aan mij ligt, tot 75. Tot maximum leeftijd van mij. Red je dat, Dick? Denk het niet. De gast bij Arnhem at Work, hoe voelt dat? Ja, dat voelt weer thuiskomen. Hè? Ik bedoel, het is alweer een tijdje geleden dat ik bij die omroep zat. En nog steeds warme gevoelens, Jan. Ja, ik vind het reuze gezellig. Gewoon lekker even aankomen waar je hier. Man lief heeft jarenlang bij de radio gewerkt. Dus ik kom gewoon even gezellig mee. Leuk om hier even te mogen zitten. We luisteren elke dag van 10 tot 12 naar Radio Arnhem. En die heren die maken altijd hele gezellige muziek. En dat is onze muziek. Dus ja, we zetten altijd de radio op als we aan het koffiedrinken zijn. Ja, geweldig hè. Muziek verbroedert. Komen zelfs mensen uit Nijmegen. Dat wilden we zeggen in het Hol van de Leeuw. Nou, ik luister er elke morgen naar. Dus tenminste, als ik thuis ben dan. Nou, goed programma. Muziek uit die oude tijd nog, hè? Nou, die muziek is natuurlijk voornaamste, maar ze doen het aardig, die twee. We hebben heel veel meegemaakt bij de omroep, hè? Heel veel positieve dingen. Ook natuurlijk negatieve dingen, dat is altijd zo. En van de Dullestraat hier naartoe, dat is natuurlijk ook weer een hele stap geweest. Heb ik helaas niet mee mogen maken, want was toen al gestopt. Maar radio maken en vooral locatieuitzendingen, dat zijn van die dingen die horen er gewoon bij. Hè? Ja, ik ken ze al jaren. En eigenlijk hadden ze Henk en Henk moeten heten, was leuker geweest. Nee, een grapje. Het is Henk en Dick. En je moet het toch maar voor elkaar zien te krijgen, hè? 1000 van die uitzendingen.